2020 heeft mij veel thuiswerk gebracht. Ik heb veel excursies moeten verliezen. Versie meer ben ingezoomd op de naaste omgeving, op mijn familie. Ja, 2020 heeft me heel weinig gebracht eigenlijk. Maar de oorzaak is bekend natuurlijk, corona. We moeten dealen met corona en vooral voor de vloed betekende dat enorme aanpassingen. In augustus ben ik oma geworden voor het eerst. En door de corona kan ik daar nu heel veel tijd aan besteden en dat vind ik ontzettend leuk. 2020 heeft mij enorm veel rust gebracht. Maar ik snap dat voor veel mensen, en vooral ondernemers, het een heel zwaar jaar is geworden. Ik vond het vooral een indrukwekkend jaar waarin we leren moeten schakelen. Ik ben toch wel een aantal kilo's kwijt, dus de coronakilo's die hebben mij geen werking gehad. Nee. Dan heb ik heel veel te maken met het leed door corona, eenzaamheid. Wat heeft 2020 mij gebracht? Ik ga toch eens op een briefje kijken wat ik daarop had geschreven. Want het gaf, hoe raar ook, ook een beetje rust. Eigenlijk echt geen fuck. Dat is echt heel triest. En natuurlijk een gek jaar geweest. Zelf in quarantaine gezeten en om me heen gezien dat mensen toch echt veel last hebben van alle omstandigheden. Dat is echt 2020. 2021 is een maagdelijk wit doek. Voor iedereen, ja, moet gewoon de leuke dingen in het leven zien. Ik neem graag mee mijn werkplezier. En dat we zo gauw mogelijk weer ons gebouwen kunnen openen, want we hebben hier 15 verenigingen in zitten. Een lach van iemand, een goedemorgen, gewoon echte kleine dingen. Nou, vooral dat we leren dat we ons aan kunnen passen. Gewoon met een bakje thee in je handen, gewoon genieten van het zonnetje. En dat we veerkrachtige mensen zijn. Tegenwoordig zijn ze toch meer bij elkaar bezig, dat is toch wel een pluspunt. En dat er veel begrip is en dat de mensen ook dan weer kunnen genieten van het leven. Geniet gewoon van die leuke, fijne, kleine dingen. Voorspoed willen toewensen in het komende jaar, want dat kunnen we zeker gebruiken. Nou, wat ik kan missen als kiespijn van 2020 naar 2021 is dat we niet meer onbeperkt elkaar kunnen zien en elkaar kunnen knuffelen. De normen, zeg maar, rotzooi die sommige mensen achterlaten. Corona als kiespijn. Het soms asociale gedrag van mensen. Het COVID-19 virus. En ik hoop dat we daar zo spoedig mogelijk met z'n allen afscheid van nemen. Wat ik de inwoners van onze gemeente toewens is een heel mooi 2021, coronavrij. Ja, blijf vooral veerkrachtig zoals je bent. En dat ze er beter uitkomen uit de crisis dan dat ze erin gegaan zijn. Een enorm sportief jaar. Gezondheid en saamhorigheid. Zak een beetje in jezelf en blijf vooral het positieve van het leven zien. Ook steun bieden aan onze plaatselijke ondernemers. Dat ik samen met de inwoners van Haren kan zorgen voor veiligheid en een prettige samenwerking. Woon je in Haren, woon je in Oostwijk, woon je in Moergestel, Heukelom. Het maakt niet uit, we zijn alle één. De mensen van Haren wil ik een hartelijk welkom heten in Oostwijk. En ik hoop dat we samen met Moergestel, Heukelom en Oostwijk zelf een prachtige, mooie, groene gemeente kunnen maken. Dan is dat de voortuin van Oostwijk. En dan wordt Oostwijk de achtertuin. En ik denk dat Heukelom dan het centrum wordt. En dat we eigenlijk gewoon super blij moeten zijn dat gemeente Haren bij Oostwijk komt. 2021, een nieuw jaar met nieuwe kansen. Een jaar hopelijk met het verdwijnen van corona. Een jaar waarin we de kern Haren omarmen. Een dorp dat er echt bij gaat horen. Met een nieuwe gemeenteraad, met nieuwe wethouders, met nieuwe projecten, met nieuwe kansen voor iedereen. En ik wens u daarbij heel veel gezondheid toe, want dat blijft de kern. Dat hebben we wel gemerkt. Heel gelukkig 2021.